Tijdens het WK in 2010 was de Oranje Camping al een doorslaand succes. En dus dacht het katholieke bolwerkje op Goeree-Overflakkee, dat gaan we weer doen. De afgelopen dagen is gewerkt aan de inrichting. De grote tent met het scherm, de campingplekken en alles wat nodig is voor de activiteiten. We verwachten vanavond 100 slapers en met de wedstrijd verwachten we dat dit gewoon verdubbeld wordt in de tent. Dus we rekenen op 200 kijkers. Voor elk wat wils, de kinderen en zelfs de niet-voetballiefhebbers, aan alles is gedacht. Geen camping om uitsluitend voor je tentje op een kratje bier te gaan zitten, maar volop activiteiten. Vandaag om 4 uur kunnen de mensen zich inschrijven. Dan om 6 uur gaan we verder met de barbecue. Vervolgens is er voor de allerkleinste een kinderdisco die gedraaid wordt door een van de vrijwilligersgroepen. Want we doen het hier samen met alle verenigingen, doen gewoon mee. Vervolgens gaan we naar het recreatieveld toe, waar een footvolley toernooi is, een pannenkooi knock-out tournament. En dan uiteindelijk in de feesttent hebben we ook weer volop activiteiten. Er komt nog een speciale DJ. Geen gezeur over subsidies, alles wordt gedaan door vrijwilligers en alle verenigingen doen mee. En geen EK-camping zonder een stevige catering. Met frikandellen, friet, kroketten, satés, hamburgers. Alles wat we maar willen, met en zonder, voor voetbalpubliek. Alles, ja. Iedereen die komt, die kan gewoon wat nemen. Ja. En smerigheid troef, Belgisch dynamisch. Ach, ze zagen niet een lekker vetje. Nee, het is, en dan 's morgens ontbijt. Vanaf vanavond kan iedereen terecht en ook volgend weekend. En als Nederland goed uit die eerste ronde komt, de weekenden daarna ook. Aan de Achthuizers zal het niet meer liggen. De bal ligt nu bij het Nederlands elftal en het weer.